Maria Kuipers is de nieuwe centrummanager van Asten. Zij volgt Ad van Grotel op, die deze functie 3 jaar heeft vervuld. Maria Kuipers stelt zich aan u voor. Ik ben Maria Kuipers. Ik woon nu ruim 22 jaar in Asten. Ik ben moeder van 2 volwassen zonen. En ik woon voor veel plezier hier. En afgelopen jaar heb ik de braderie van de burgemeester Wijnenstraat mee georganiseerd. En daar ben ik opgevallen en hebben ze gevraagd of ik centrummanager wil worden. 22 jaar in Asten, wat is jouw betrokkenheid in Asten in al die jaren? Ik ben een aantal jaren leiding geweest bij Jong Nederland. Mijn kinderen hebben altijd bij Jong Nederland gezeten tot ze volwassen waren. En ik heb het als een heel leuk dorp gevonden. De carnaval is heel favoriet voor me. En allerlei activiteiten die hier zijn, dan probeer ik wel overal altijd bij te zijn. En ja, een hele grote vriendengroep opgebouwd hier in de loop der jaren. Dus ik vind het gewoon een hartstikke leuk dorp. Ja. Wat is het doel van de centrummanager? Zorgen dat het hele leuke dorp, ook in de wijde omtrek en bij iedereen zo bekend is, dat iedereen met plezier in de toekomst, met plezier komt winkelen, met plezier uitgaat en overal naartoe komt als er iets te doen is. Ja. En de centrummanager, wordt die aangesteld door de ondernemers of wie stuurt je aan of is het een eigen initiatief? De ondernemersvereniging heeft een woordje te zeggen in het centrummanagement, de vastgoedeigenaren en ja, de horeca, zeg maar, retail, alles bij elkaar. En van daaruit is een delegatie die zeg maar het centrummanagement vormt. Okay. En jij bent dan het gezicht naar buiten toe of hoe werkt dat dan? Ja, vooral de PR-zaken heb ik op me genomen. Bestuurlijke zaken ben ik iets minder goed in, maar op zich is dat allemaal heel goed geregeld met een heel goed team waar we in samenwerken. En ik heb het op me genomen om inderdaad meer PR-zaken te doen. Facebook heel intensief te gebruiken, de website veel actueler te houden. En ook meer naar buiten te treden met allerlei activiteiten en zorgen dat mensen weten wat er speelt. Ja. Want als mensen jou willen zien of bereiken, hoe werkt dat dan? Nou, we hebben sowieso een mailadres. info@centrumasten.nl komt altijd bij mij terecht. Via de website kan je informatie vinden, via Facebook kan je informatie vinden. En ja, de mail is eigenlijk het meest actuele en het makkelijkste om mij altijd te bereiken. Ja, ja. Want ook, je zegt al, we worden een beetje aangestuurd door ondernemers, door vastgoedeigenaren, maar gewoon het winkelend publiek. Kan die ook bij jou terecht met dingen? Ja, als ze dingen willen weten, vragen, kunnen altijd bij mij terecht. Ik kan altijd kijken, als we zelf de antwoorden niet weten of ze niet verder kunnen helpen, kunnen we altijd kijken om ze door te sturen ergens anders naartoe met vragen als ze die hebben. En heel actueel zijn de koopzondagen. De informatie over de koopzondagen staat op de website, staat op Facebook. Kunnen mensen ook heel veel informatie vinden. Willen ze er meer van weten, kunnen ze ook altijd even een mailtje sturen. En ja, ik ben zelf hier in Asten, wandel ik rond en doe ik boodschappen en dat soort dingen. Dus als mensen me zien, mogen ze me ook altijd aanspreken. En ik hoop zo dat de informatie ook veel korter bij de mensen terechtkomt. Ja. Wat is jouw eerste doel wat je voor ogen hebt? Het staat als eerste op de planning dat we zeggen, nou hier kunnen we zien dat de centrummanager is bezig geweest. Zorgen dat de aantrekkelijkheid die er is in het centrum gewoon veel groter wordt en veel actiever benut wordt.